Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Het Westen, Oekraïne en Rusland zitten in een zelfvernietigende spiraal. In reactie op de referenda en formele annexatie van de vier Russisch-Oekraïnse regio's kreeg Oekraïne geavanceerde Amerikaanse wapens om gebieden te heroveren. De hardliners bij de NAVO en in Kiev escaleerden verder met terreuraanslagen op de Nord Stream gaspijplijnen en de Krimbrug. En afgelopen week sloeg Rusland hard terug met raketaanvallen op strategische locaties in geheel Oekraïne. Het is de hoogste tijd dat de Oekraïnse regering en haar westerse partners met Rusland kiezen voor de onderhandelingstafel. De referenda in de Oost-Oekraïnse volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de regio Zaporizhia en Gerson werden door het Westen betiteld als schijnreferenda. Ieder debat daarover was taboe. Men wil zich schijnbaar niet afvragen wat de bevolking in de betwiste gebieden zelf wil. Het Westen veroordeelde in scherpe bewoordingen de Russische annexaties de afgelopen week door Duma en Federatieraad formeel afgerond. Oekraïne en het Westen leven in de destructieve illusie dat Oekraïne Rusland op het slagveld kan verslaan. Het Westen ondersteunde het Oekraïnse offensief dat tijdens het gehele referendumproces met steun van de Amerikaanse geavanceerde HIMAR-raketten wist op te rukken in de geannexeerde gebieden. In de provincie Kharkov veroverde het Oekraïnse leger het stadje Izium en bereikte de Oskil-rivier. In Lugansk werden 9 dorpen onder vuur genomen en wist men het stadje Lyman te veroveren. In het zuiden veroverden Oekraïnse troepen een serie dorpen in de door Rusland geannexeerde regio Gerson. Er zijn sterke aanwijzingen dat Amerikaanse en Britse commando's meevochten aan Oekraïnse zijde. Een belangrijke stap in het escalatieproces van de afgelopen weken was de terreuraanslag op de beide Nord Stream gaspijplijnen in de Oostzee nabij het Deense eiland Bornholm. De NAVO en Oekraïne beschuldigden absurd genoeg direct Rusland van het opblazen van haar eigen pijplijnen. Westerse en Oekraïnse media brachten die optie nadrukkelijk in hun berichtgeving. Maar wat zou Rusland daarmee winnen? Waarom zou Rusland haar eigen miljardeninvestering en gas cash cow naar Duitsland vernietigen, terwijl ze eenvoudig de gaskraan kan dichtdraaien? De sabotage ondermijnt bovendien de Russische machtspositie tegenover Duitsland om zich te verweren tegen de Duitse sanctiemaatregelen en wapenleveranties aan Oekraïne. De VS daarentegen oefent al jarenlang zware politieke druk uit op Duitsland om af te zien van Nord Stream 2. En toen de gaspijplijn in september 2021 gereed kwam, hield de Duitse regering hem onder Amerikaanse druk gesloten. Op 7 februari verklaarde president Biden voor de camera dat hij ervoor zou zorgen dat Nord Stream 2 zou eindigen als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. We will bring an end to it. NAVO-schepen deden voorafgaand aan de sabotage oefeningen op de plaats des onheils. De Poolse ex-minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski bedankte na de aanslag de Amerikanen met een Twittertekst: Thank you, USA. In de nucleaire sfeer is er eveneens riskante escalatie zichtbaar. Vorige maand waarschuwde president Poetin dat het Russische leger alle middelen die tot onze beschikking staan in Oekraïne zou gebruiken. En dat is geen bluf. President Zelensky ging op donderdag 6 oktober een cruciale stap verder. In een videoverbinding stelde hij de NAVO voor om preventieve nucleaire aanvallen uit te voeren. Zijn woordvoerder verdraaide vervolgens zijn uitspraken, maar in letterlijke vertaling zei Zelensky: eerst wachten op de nucleaire aanvallen en dan bespreken wat er met hen gaat gebeuren. Nee, die procedure die moet worden herzien, zei Zelensky.
Moskou reageerde furieus. Kremlin-woordvoerder Peskov wees erop dat Zelensky opriep tot een nucleaire wereldoorlog. De Russische buitenlandwoordvoerder Maria Zakharova noemde Zelensky een monster. Poetin benadrukte dat er geen winnaars kunnen zijn in de nucleaire oorlog. De tegenstanders van Rusland moeten weten dat het dergelijke wapens heeft. Maar Rusland bedreigt niemand. De terreuraanslag op de Krimbrug van zaterdag 8 oktober, waarbij een vrachtauto tot ontploffing werd gebracht op het moment dat er een goederentrein langsreed, was een volgende stap in de oorlogsescalatie. De goederentrein vloog in brand en de brug stortte in. De Russische vergelding kon niet uitblijven. Op maandag 10 oktober verklaarde president Poetin dat Kiev zichzelf op één lijn had gesteld met internationale terroristische organisaties. Poetin stelde dat de Oekraïnse veiligheidsdienst achter de aanleg op de Krimbrug zat en hij opdracht had gegeven tot een Russisch tegenoffensief. Russische raketten bestookten in geheel Oekraïne militaire en strategische doelen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in het centrum van Kiev was één van de doelwitten. De westerse politiek en media zitten in een economisch proces van zelfvernietiging. Ze sluiten zich af van de groeiende roep van de bevolking tot onderhandelingen en vergelijk. Demonstraties in de Europese hoofdsteden eisen een einde van de westerse wapenleveranties en dringen aan op een vredesakkoord. Elon Musk, de rijkste zakenman ter wereld, kwam vorige week via Twitter met een vierpuntenplan. Behalve een neutrale positie voor Oekraïne en een erkenning van de Russische soevereiniteit over de Krim, was zijn belangrijkste voorstel een nieuw referendum onder VN-toezicht. In de vier betwiste gebieden, waarbij alle partijen zich van tevoren moesten vastleggen op de verkiezingsuitslagen. De ideologische tegenstelling in de VS, waarbij democraten in het vredeskamp en republikeinen in het oorlogskamp zitten, lijkt te kantelen. Ex-president Trump bood afgelopen week aan om een team te leiden dat een vredesregeling tussen Rusland en Oekraïne tot stand moet brengen. Sinds het begin van de oorlog sprak Trump reeds meerdere keren over onderhandelingsdeals. Het tekent de absurde conditie waarin de wereld terecht is gekomen. Terwijl de democratische president Biden bijdraagt aan de escalatie van de Oekraïne-oorlog, pleit de republikeinse presidentskandidaat Trump voor een vredesregeling. Oekraïne zit in een zelfvernietigende spiraal en staat economisch op omvallen. Duizenden jonge levens worden aan beide zijden opgeofferd. Het Westen draait zichzelf in de zwaarste economische crisis sinds de oorlog. De schaduwen uit de geschiedenis van de beide wereldoorlog met haar tientallen miljoenen doden in Europa dringen zich steeds nadrukkelijker op. Het is de hoogste tijd voor Oekraïne en het Westen om realistisch in de spiegel te kijken, eindelijk zelfkritiek toe te laten en plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.